Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Hallo. Dat zei ik buiten ook al weer goed. Ja. Het is een plaatselijke journalist, dus. Oh, okay. Ja, ik ga wel zeggen, natuurlijk, ik mocht niet stemmen. Ja, nog een fijne avond. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. Ja, goed, dankjewel. Succes nog. Dankjewel. Tien. Meneer, op het laatste lippetje nog even gestemd, hè? Ja, dat klopt. Ik heb er heel lang over nagedacht of ik wel zou gaan stemmen. Ik Waarom zo lang nadenken? Voor mij is de hele afspolitiek vind ik eigenlijk failliet. Het maakt dan niks uit meer de laatste paar jaar. Eén belangrijk issue was de lage zijde. Laat ik zien wat er nu van terecht komt. Nee, ik heb heel bewust voor gekozen om mijn stem ongeldig te maken. Wel laten weten, van ik vind het belangrijk dat er gestemd moet worden. Maar niet op deze partijen zoals het nu, in deze samenstelling. Voorzitter van het stembureau. Ja. Is het druk geweest hier in het stadhuis? We hebben een redelijk soepel verloop over de hele dag gehad. Dus eigenlijk de hele dag stroomde het rustig door. Niet enorme rijen, maar wel dat we de hele dag mensen aan hebben gezien lopen. Ja. Heeft u vaker gezeten hier in het stembureau? Nee, het is voor mij de allereerste keer om hier als voorzitter van een stembureau te zitten. Ja. En ook de allerlaatste keer als het gaat om de gemeente Alphen. Dat klopt helemaal, ja. Want het wordt de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn, die vooralsnog Alphen aan de Rijn heet, ja. Maar melancholisch of valt er wel mee? Nee, ik ben er niet heel melancholisch onder, want ik ben een Alphense, dus het blijft Alphen. Ja,